Hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurgen van Ginkel en vandaag gaan we het hebben over een zaakje dat soms letterlijk stinkt, namelijk paddenstoelen. En dan vooral paddenstoelen plukken. Mag dat nou wel of mag dat nou niet? En dat doen we omdat er hier in Lagevuurse iemand werd aangehouden, op de bon geslingerd, omdat hij te veel paddenstoelen had geplukt. Dat mag dan dus niet. Aan de andere kant heb je genoeg mensen die af en toe een handje mee naar huis nemen voor in de salade. En dat is blijkbaar prima. Boel onduidelijkheid over. Laten we er eens induiken. Moet er een verbod komen op het plukken van paddenstoelen? Of is het prima zoals het is? Dat zoeken we voor u uit. En daarom is de kwestie deze week paddenstoelen. Lekker of lekker laten staan? Dus laatst iemand hier op de bon geslingerd omdat hij 4 kilo paddenstoelen had geplukt. Zijn staatsbosbeheer, dat is een beetje te veel. Bent u het daarmee eens? Ja, dat kan ik me voorstellen dat niet de bedoeling kan zijn. Ja, natuurlijk een natuurgebied voor iedereen, algemeen gebruik. En dan is niet de bedoeling dat je dat leeg plukt, denk ik. Ja, ik heb ook kanterellen geplukt. Maar dat was toen heel moeilijk te vinden omdat de mensen me voor waren. Zeggen jullie dit nou gewoon zodat jullie alle paddenstoelen in dit bos voor jullie zelf hebben? Of, Nee. We kijken. We zijn nu kijkers. Oh ja, geniet ook echt als u een paddenstoel ziet nu? Ja. Oh ja, we riepen al van, we komen hele mooie paddenstoelen tegen. Ja. Ja, ik heb heerlijk paddenstoelen gegeten. De geschubde inktzwam. Mensen kennen hem niet zo verschrikkelijk. Mensen denken bij paddenstoelen altijd aan de kanterel natuurlijk, de champignons zoals je ze in de winkel koopt. Ja. En dan heb je de eekhoorntjesbrood. Ja, dan ben ik ongeveer klaar. Dan heb je mijn repertoire. Ik was eigenlijk ook klaar, totdat ik dit soort fraaie witte paddenstoelen zag staan. Ja, deze. Ja. Heeft u gisteren gegeten? Die heb ik gisteren gegeten. En u leeft nog, dus ik leef nog. En er staat ook op internet een keurig receptje hoe je dat moet klaarmaken. Hebben we gedaan en iedereen was enthousiast. Je moet heel snel zijn, want deze die hier staan, die kun je nog wel eten, maar daar bij die paal. Ja, er staan een paar, die zijn een beetje vieze zwart. En die waren gisteren net zo wit als deze die hiernaast staan. Interessant, want u zei, ik fietste langs, ik dacht ik zag het staan. Er is een regel voor bij Staatsbosbeheer dat je alleen voor eigen gebruik mag plukken en meer dan krijg je een boete. Vindt u dat niet verwarrend? Was laatst iemand met 4 kilo aangehouden, die heeft een boete gekregen? Ik vind het volstrekt flauwekul. Want? Ja, wie bepaalt wat voor jezelf is en wat voor anderen is? Als je een feestje hebt en je hebt 10 man op bezoek, dan wil je wel wat meer paddenstoelen meenemen. Je moet het vergelijken met een appelboom. Er zit een heel groot schimmelnetwerk in de grond. En dit zijn de bloemetjes die eruit komen, de vruchten. Als je die eraf haalt, net zoals bij een appelboom, dan zijn ze weg. En volgend jaar geeft de appelboom weer nieuwe bloemetjes en nieuwe vruchten. Kijk, daar is hij. Boswachter Tim, hallo. Hi, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, hi. Ja, ik ben Jurg. Ja, we een goede plek afgesproken, midden in het bos. Prachtige plek. Ja, je bent ook een boom van een vent. Ja, dus klopt. Dat hoor ik wel vaker inderdaad. Ja. Helemaal een goede plek. Ja. Ja, we zijn hier eigenlijk voor niet voor de bomen, maar juist voor wat er op de grond staat. De paddenstoelen. Ja. Wat zijn nou de regels? Mag ik dit plukken? Je zou dit mogen plukken. Als je zeker weet wat voor een paddenstoel het is, dan zou je mogen plukken. Je wel houden aan de geldende regels in een bosgebied. Yeah. Dus het kan zijn dat in bepaalde bosgebieden dat je daar gewoon mag struinen. Dus echte vakken in mag. Daar mag je dan wel plukken. Maar over het algemeen is het gewoon langs het pad. Dus ja, je moet eigenlijk op het pad blijven. Dat is de algemeen geldende regel wel. Oké, eerste regel dus het moet langs het pad staan. En dan mag ik gewoon zoveel plukken als ik wil? Of? Nee, dat is dan weer niet de bedoeling. Er zijn ook gewoon dieren die leven van paddenstoelen, die paddenstoelen eten en dergelijke. Dus ja, daarom laten ze ook staan natuurlijk. Maar dan nog, en dan heb je ook nog, als recreant is het natuurlijk ook gewoon leuk om paddenstoelen te zien. Dus als je geen verstand hebt van eetbare paddenstoelen, dan wil je daar wel van genieten van alle kenmerken van de herfst. Is de paddenstoel eigenlijk het kenmerk, vind ik althans. Daarom gewoon pluk gewoon niet zoveel paddenstoelen. Onze geldende regel is een bakje, een champignonbakje, het bekende blauwe bakje. Dat bakje mag vol en dan neem je het mee naar huis en dan ga je lekker eten. Oké, okay. Kijk, dan dus het mag, maar het mag ook weer niet in overvloeden. Ja. Waarom zeggen we dan niet gewoon, waarom verbieden we het niet gewoon? Je zegt Staatsbosbeheer, zeggen we, joh, laat die paddenstoel allemaal staan. Nee, maar ik vind het op zich vind ik het ook wel mooi als mensen daar echt kennis en kunde van hebben. Die weten hoe het zit met paddenstoelen. Ik vind het zelfs nog heel lastig, maar er zijn mensen die daar hele lekkere recepten van kunnen maken en dergelijke. Dat vind ik alleen maar mooi. En je bent dan ook weer echt een stapje terug in de natuur. En dat gun ik de mensen ook wel. Maar wel
als je er verstand van hebt. Ja, als, je niet weet hoe het zit, dan doe het gewoon alsjeblieft niet. Ja, want jij liet ons al deze zien en jij zei, kijk, dit lijkt heel erg op een, wat was het, eekhoortjesbrood? Heel scherp, goed opgelet. Eekhoortjesbrood inderdaad, maar ik weet het niet met 100% zeker. Dus ik ga hem nu niet plukken om hem thuis te gaan nuttigen. Even voor te zetten aan misschien een schoonmoeder, ik weet niet. Maar, doe ik verder geen uitspraak over. Verstandig. Ja. Ja, gisteren heb ik eentje gezien, die liep echt met een schepje en dan plukte die zo uit de grond en deed ze in zo'n mandje. Dus die was ze echt aan het verzamelen, waarschijnlijk voor zijn avondeten of zo. Okay. En wat was de eerste gedachte? Wat ging er door u heen? Het was een beetje dubbel. Aan de ene kant dacht ik van, hé, een paddenstoelen plukken, dat zie je niet vaak. En toen dacht ik ook gelijk van, ja, nou staan ze eigenlijk in het bos. Wat doe je ermee? Mm-hmm. Maar goed, aan de andere kant, er zijn er tegenwoordig weer zoveel in Nederland. Moet kunnen af en toe, hè? Ja. Hoe gaat het met de paddenstoelen? Zijn er nog evenveel vroeger? Nee, veel minder. De kanterelle is bijna geheel verdwenen. Erg jammer. In 1955 kon je die gewoon nog plukken. Een maaltje kanterelle, een maaltje eekhoorntjesbrood. Ging je op je primusje, als je aan het kamperen was, zelf klaarmaken. En dat verdwenen is, dat vind ik heel jammer. Heeft u het idee dat al die kanterellen geplukt zijn en dat ze er daardoor niet meer zijn? Nee, er is veel meer aan de hand. Dat moet ook door de bodemveranderingen en luchtverandering zijn. Dat kan niet, dat we ze allemaal weggeplukt hebben. In Frankrijk is het nog wel heel populair. Mensen lopen echt met een mandje en dan gaan ze naar de apotheek. En die zegt giftig, niet giftig. Die zijn er helemaal op gefocust. Dan sta ik hier natuurlijk met jou namens Staatsbosbeheer. Dat is natuurlijk een van de grootste landeigenaren van Nederland, denk ik persoonlijk. Ja. Klopt ongeveer? Ja, volgens mij klopt dat ongeveer wel. Ja. Dus jullie hebben behoorlijk wat land. Ja. Je hebt ook mensen die voor privéterrein hebben. Moet ik dan, hoe zit dat daar? Mag ik daar naar binnen wandelen en zeggen paddenstoelen zijn van iedereen? Of? Nee, dat moet je dus altijd dan bij die privé-eigenaar moet je dat navragen of aanbellen of een e-mailtje sturen of een telefoontje. Ik denk dat zo gaat, maar iedere landgoedeigenaar heeft zijn eigen regels. Dus dan moet je bij die personen zijn. Daar kan ik natuurlijk geen uitspraak over doen hoe dat daar dan geregeld is. Dat weet ik niet. Maar die moeten toestemming geven, geloof ik, toch? Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. Ja, dames, jullie zijn ook paddenstoelenjagers, maar volgens mij op een andere manier, met de camera. We gaan met de camera op pad. Heb je al wat gevonden? Ja, we hebben al verschillende gevonden. Dus, weet je ook wat je fotografeert? Soms. Het is maar goed dat je ze niet plukt, laat ik het zo zeggen. Precies, Om te eten is niet veilig. Nee, om te eten is niet veilig. Nee. Daar weet ik niet genoeg van. Nee, we hebben koraalzwammetjes gezien. Leuke kleine paarse paddenstoeltjes. Voorlopig waren er nog genoeg om te fotograferen. Dus dan gaat het goed zoals het nu gaat, toch? Ja, zou je zeggen. Ja, ik denk ook als je af en toe eens wat meeneemt, is het waarschijnlijk niet zo erg. Nee. Maar je moet het niet aan de buren gaan verkopen of aan een restaurant in de buurt of zo. Nee. Is het idee dat dat wel gebeurt? Ik heb echt geen idee. Nee, maar bedoel, dan wordt het te gek. Ja, dat moet je niet doen. Koraalzwam. Ja, die was gewoon wat ingezoomd. Nou, genoeg screensavers weer voor dit jaar, toch? Ja, wel. Je ziet dat de paddenstoelen ook echt heel erg voorbereid zijn op plukkers. Die hebben verdedigingsmechanismen ontworpen. Deze is in een boom gaan zitten. Nou, dat duurt uren. Zal ik hem niet kan plukken? Ik weet niks van paddenstoelen, maar het ziet er heerlijk uit. Ja, ik heb ze vandaag gefotografeerd. Toevallig een vliegerswam tegengekomen. Ah. En ik heb hem wel op de plaat, maar ik heb hem blauw laten staan. Dus iemand anders kan hem ook weer fotograferen. Ja, dat is er eentje, de vliegerswam. De kabouter erop heeft u weggejaagd? Die heb ik weggejaagd, ja. Iedereen kent de vliegerswam, rood met witte stippen. En wat er gebeurt, als je alleen het rode huidje eet, dan ga je enorm hallucineren. En dat gebeurt in Lapland, waar die rendieren lopen. En zo hebben die mensen die ze begeleiden, die dieren, ontdekt van, wat doen onze rendieren vreemd? Je gaat dingen te klein en te groot zien. Kabouters ga je zien. Dus dat is ook weer interessant. En reuzen. He, dus dat is die vorm van haai. Mm-hmm. Ja, en in die Scandinavische landen, daar geloven ze toch ook in trollen en zo? Ja. Volgens mij omdat ze daar toch een beetje van gesnoept hebben. Mevrouw, ik vind het veel te gevaarlijk om in het bos te laten staan. Ik ga ze persoonlijk allemaal even in beslag nemen en zorgen dat er hier niks mis staat.
Paddenstoelen plukken, daar komen we samen wel uit. Dat lijkt een beetje de mening te zijn van de meeste mensen die we hier spreken. De mensen die ze graag plukken, die zeggen, we laten er echt genoeg staan voor andere mensen van te genieten. En de mensen die er graag naar kijken, die zeggen van, joh, ja, oh god, als iemand er af en toe even eentje plukt, dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Dus wat dat betreft zijn het alleen mensen die het doen om het door te verkopen, waar we ons zorgen over moeten maken. Maar ja, die waren hoe dan ook al niet zo netjes met de regels bezig. In de tussentijd heb ik wel geleerd dat je van sommige paddenstoelen best wel akelig kan gaan hallucineren. Dus die heb ik alvast geplukt. Die neem ik wel even mee naar huis in het kader van de volksgezondheid. Dit was de kwestie voor deze week. Ik ben Jurg van Ginkel. Ik ga een lang weekend tegemoet. En daarna zie ik jullie volgende week weer terug. Tot dan. Ten slotte nog een belangrijke vraag die ik namens de kijkers even moest stellen. Hebben jullie namens Staatsbosbeheer ook gekeken naar de ecologische effecten van paddenstoelen plukken op het leven van kabouters? Van wat ik hoor, vinden die het fijn om heen en weer te wippen op rood met wit stippen paddenstoelen? Ja, ja, precies. Dus, en die rood met witte stippen paddenstoelen, hè, dus de vliegenzwam. Ik was echt even bang voor de kabouters. Dat was echt even vorige week. Ik dacht van waar blijven ze nou, die vliegenzwammen? Maar ik heb al de nodige kabouters gezien en dus ook de vliegenzwammen. Dus daar gaat het eigenlijk helemaal goed mee. Staatsbosbeheer gaat goed met de kabouters hier? Gaat prima met de kabouters. Hartstikke.